Goedenavond allemaal. Wat goed dat iedereen hier in zulke grote getalen is. En welkom. Mijn naam is Tjille Tempels. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En zoals jullie misschien weten is vandaag de Dag van de Duurzaamheid. En in het kader van de Dag van de Duurzaamheid organiseren wij samen met hun een lezing over ongezonde voeding en over gezondheid. En wat we vanavond willen doen is jullie meenemen en verder laten denken over de impact van onze voeding op onze gezondheid en op een gezonde samenleving. Want Nederland wordt steeds ongezonder. We hebben het zelfs wel eens over dat er een soort obesogene samenleving ontstaat. En hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat we ongezonde voedingskeuzes maken? Worden we daarin gestuurd? Worden we daartoe gedwongen? En nog veel belangrijker is misschien wel de vraag: wat kunnen we nou doen om weer gezonder te gaan eten? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Dat doe ik zeker niet alleen. We hebben daarvoor twee wetenschappers uitgenodigd. In de eerste plaats is professor Jaap Seidel hier. Hij is hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij doet onderzoek naar de impact van voeding op de publieke gezondheid. Hij doet niet alleen onderzoek, maar geeft ook advies aan de overheid, aan de World Health Organization. Naast zijn lezing gaan we in gesprek met Esther Aerts. Esther Aerts werkt als cognitiewetenschapper aan het Donders Instituut hier in Nijmegen. En zij kijkt naar de neurale mechanismen achter onze voedingkeuze. Dus hoe komt het nou dat we bepaalde voedingkeuzes maken? Wat zien we dan in het brein? En wat is de impact van voeding op ons brein? Veranderen er dan dingen? Nou, daar gaan we het over hebben. Hoe ziet de avond er dan uit? We beginnen zo meteen met de lezing van Jaap Seidel. Daarna gaan we samen met Jaap en Esther in gesprek. Gaan we wat verder kijken van wat zijn nou de uitdagingen waar we voor staan? Wat gebeurt er in ons brein? Wat kunnen we doen? Wat moet er veranderen in de samenleving om die gezondere keuzes mogelijk te maken? En daarna is er nog best wel heel veel ruimte voor jullie om nog vragen te stellen. Dat is hoe de avond eruit ziet. Ik wens jullie heel erg veel plezier. En dan geef ik graag het woord aan Jaap Seidel. Goedenavond allemaal. Dank voor de uitnodiging om hier te komen spreken. Ik ben best wel vaak in Nijmegen geweest. Ik heb ook mijn promotieonderzoek grotendeels in Nijmegen gedaan, in het Radboud UMC. Dat ging toen nog heel erg over de plaats waar vet in het lichaam zit. En dat kon je dan in de buik zien met allerlei scans en zo. We hebben het over 1981 of zo dat ik dat deed. En inmiddels doe ik heel veel onderzoek naar meer de volksgezondheidsaspecten. En niet per se naar duurzaamheid, maar ik heb ook in de commissie voor de richtlijnen goede voeding gezeten van de Gezondheidsraad. En daar hebben we eigenlijk altijd gezegd: we gaan geen gezondheidsadviezen geven als dat voedsel niet ook duurzaam geproduceerd wordt. We gaan dat eigenlijk met elkaar combineren. Dus de adviezen die ook vooral gaan over ga van meer dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten, zijn deels vanuit een gezondheidsoogpunt, maar ook deels vanuit het oogpunt van duurzaamheid. En de vraag is eigenlijk een beetje: waarom eten wij zo ongezond? Als we allemaal eigenlijk best wel weten wat gezond eten is. Ik denk dat er niet heel veel mensen zijn die niet weten dat voldoende groente en fruit, voldoende volkoren brood en zo nu en dan eens een keer een vis en dan matig en gevarieerd en zo. U kent dat allemaal wel. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. En daar gaat mijn lezing een beetje over. Hoe gaan we begrijpen wat er aan gedaan moet worden? En staatssecretaris Blokhuis die is nu bezig om een preventieakkoord te sluiten. Zowel over tabak als alcohol, maar ook over voeding en overgewicht. En daar zit hij met al die partijen naast elkaar. Dan moet je daar dus gezamenlijk uitkomen. Wat is nou het handigst om te doen als het gaat om het bestrijden van ongezond gedrag? Dit zijn een beetje de onderwerpen. Waarom eten we massaal ongezond en worden we dus dik? En wat moeten we eraan doen? Nou, het eerste plaatje is iets waar ik al heel lang mee bezig ben. Ik heb lang gewerkt bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook een adviesorganisatie, instituut voor de overheid om ze te adviseren over wat gebeurt er allemaal in de samenleving. En wat moet de overheid doen? Wat kan de overheid doen? En dan hebben we het eigenlijk over voornamelijk, tenminste dat was mijn afdeling, deed vooral onderzoek naar chronische welvaartsziekten, zoals we dat noemen. Harten- en vaatziekten, diabetes, verschillende vormen van kanker,
Ook wel dingen die met het brein te maken hebben, zoals migraine, maar ook wel depressie en angststoornissen, chronische longziekten. Dat allemaal bestudeerden we. En we weten ook wel dat, nou ja, vooral huisartsen, maar ook wel jeugdartsen en zo, die zijn heel erg bezig om te kijken, niet alleen om deze ziektes te behandelen als ze eenmaal er zijn, maar ook om te voorkomen dat mensen die krijgen als ze een hoog risico hebben. En ik weet niet of u weet hoeveel mensen bloeddrukverlagers slikken in Nederland. Heeft iemand een idee? Noem eens een getal. Niemand weet iets? 1,5 miljoen. 5 miljoen. Ja, nee, het is bijna 4 miljoen. Dus dat zijn er heel veel. Dus als we dus elke dag bloeddrukverlagers slikken. Als je dus de kinderen weghaalt, de jongvolwassenen, allemaal de mensen die geen hoge bloeddruk hebben, dan zijn er dus delen van de bevolking, en delen van bevolkingsgroepen, waar de overgrote merendeel van de mensen bloeddrukverlagers slikt. 1,5 miljoen mensen slikken cholesterolverlagers. Er zijn ook ruim 1 miljoen mensen met type 2 diabetes. Er is nog zo'n groot getal van mensen die bijna diabetes hebben. Dus dat zijn hele grote getallen van ziektes waarvan we weten dat die ook voorkomen kunnen worden. In ieder geval kan je ze heel erg uitstellen. En die hoge risicofactoren die worden opgespoord, en dat wordt vrijwel altijd met medicamenten behandeld. Als iemand type 2 diabetes krijgt, dan krijg je eigenlijk, staat er dan in de richtlijn, geef mensen advies over gezonde voeding. Dat wordt bijna altijd overgeslagen in 99% van de gevallen. En we gaan er meteen een recept met metformine, bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en bloedverdunners uit. Dus er zijn heel veel mensen die ook heel veel medicatie gebruiken. En eigenlijk gaan we ervan uit, ja, je kunt die ziektes wel uitstellen, voorkomen, maar die ziekte, als je eenmaal diabetes hebt, dan gaat dat nooit meer over. Nou, dat is iets wat de laatste tijd erg bestreden wordt, omdat het idee is dat je met leefstijl, gezond eten en zo niet alleen diabetes kunt voorkomen, maar dat ook als je diabetes hebt, je het weer kunt genezen of omkeren, zoals dat heet. Nou, daar zullen we het misschien nog over hebben. Nou, in ieder geval, dit is waarvan we weten dat 80% van die ziektes en risicofactoren, die worden bepaald door ongezond gedrag. De longziekte, vooral door roken. En een aantal andere zaken zoals kanker, vooral door overmatig alcoholgebruik, lichamelijke inactiviteit en ongezonde voeding. Dus dat zijn 4 gedragsfactoren waarvan het heel veel minder duidelijk is dat huisartsen enzovoorts daar nou heel erg mee bezig zijn om mensen dat aan te leren, dat ze dat beter anders kunnen doen. Dat is eigenlijk meer de scheiding die de overheid vaak hanteert, maar ook de beroepsgroepen. Van hieraf aan is het medisch en van daaraf aan is het vooral eigen verantwoordelijkheid. Mensen moeten zelf besluiten. Het is nog geweest met de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Dat de overheid en de rechtbank heeft gezegd, nee, maar roken blijft uiteindelijk een eigen vrijwillige keuze. En dus kan de overheid niet aangesproken worden, maar ook de tabaksindustrie niet. Want ja, het is nou eenmaal jammer dat mensen ongezonde dingen eten en roken en drinken. Maar dat is het wel hun eigen schuld. En dat is niet alleen in Nederland eigenlijk het uitgangspunt van heel veel beleid, maar ook in bijna alle andere landen in Europa, in ieder geval Verenigde Staten, nog veel meer dan hier. En mijn gebied houdt zich niet alleen maar bezig met dat gedrag, maar met name ook, hoe komt het nou dat in sommige wijken van een grote stad of in sommige dorpen of in sommige delen van Groningen of wat dan ook, er zoveel mensen ongezond gedragingen hebben. En dan kom je eigenlijk terecht op allerlei, wat wij dan noemen, sociale determinanten van gezondheid. Armoede, stress, onzekerheden, gebrek aan kennis, vaardigheden, mogelijkheden. Dat soort dingen die eigenlijk allemaal een rol spelen. Leven in een grote stad, dat is op zich al een factor die je wat doet. En dat zijn natuurlijk dingen waar dokters zich ook niet mee bezighouden. Maar de mensen die zich wel bezighouden met stadsinrichting of met transport of met vestigingsbeleid van bedrijven of wat dan ook, die houden zich eigenlijk ook niet bezig met gezondheid. Dit zijn eigenlijk de achterliggende factoren van bijna alle ellende die we kennen. Maar het is heel erg lastig om daar beleid op te voeren. Want dat is niet zozeer van het ministerie van VWS. En het is ook niet van één wethouder. Het is eigenlijk iets wat je op allerlei manieren moet gaan aanpakken. Nou, daar komen we nog over te spreken. Nou ben ik zelf begonnen in 1981 met het onderzoek naar overgewicht. En toen was het eigenlijk heel simpel. Het idee wat mensen toen hadden was, mensen eten te veel en bewegen te weinig. En daardoor word je dik. En het advies wat je daarbij kunt geven is, beweeg meer en eet minder.
Maar dat heeft nog eigenlijk niet geleid tot, zeg maar, meer inzichten over waarom wordt de ene nou wel dik en de andere niet. En waarom, van welke dingen word je nou meer dik dan andere voedingsmiddelen. Dus daar kunnen we het ook wel over hebben. Over het algemeen merk ik dat als ik door journalisten word gebeld, dat ze zeggen, we weten echt niet meer waar we aan toe zijn. Er is enorme chaos, jungles, verwarring, problemen, labyrinthen enzovoort. Waar niemand meer de weg uit wijs is. Hè. Dus die journalisten praten met elkaar op redacties of wat dan ook. En dan zegt de ene, ik heb gehoord dat dit en ik heb gelezen dat dat. En de adviezen veranderen maar steeds. Want de ene keer mag je dit niet en de volgende keer mag je iets anders weer helemaal niet. En als je kijkt naar de richtlijnen goede voeding en over waar wetenschappers het over eens zijn. Hè, want dat wordt ook gezegd. Wetenschappers zijn het over niets eens. De ene zegt je mag geen koolhydraten. De ander zegt je mag geen vetten. De derde zegt je mag geen vlees. De vierde zegt je mag geen bonen of geen rijst. Of geen, nou ja, enzovoort. Geen zuivel. Dat is eigenlijk niet zo. Ik ben lid van een initiatief, de True Health Initiative heet dat. Dat is een beetje zweverige naam, maar dat is van een aantal hoogleraren uit de Verenigde Staten. Die op een bepaald moment gezegd hebben, zullen wij eens even aan alle hoogleraren vragen, voeding in heel de Verenigde Staten, maar ook in Europa, of zij het met bepaalde dingen eens zijn of niet. Want het lijkt net alsof we elkaar allemaal de tent uitvechten. Iedereen vindt wat anders. En daar kwam eigenlijk uit van, ja, waar zijn we het eigenlijk allemaal over eens? Nou, eet minimaal bewerkte groenten, fruit, bonen, peulvruchten, noten, zaden, volkoren, granen en drink water. Daar was eigenlijk iedereen het mee eens. Dus niet heel veel verwarring van, als je dierlijke producten eet, eet ze dan minimaal bewerkt en alleen van dieren gevoerd met gezond en lokaal voer. Dat heeft niet alleen met dierenwelzijn te maken, maar ook wel met gezondheid. Ik heb het laatst nog een keer, had ik het er met Herman Wijfels over. Toen hebben we eigenlijk gezegd, gezonde mensen eten gezonde voeding van gezonde dieren of gezonde gewassen uit een gezonde bodem. Dat is eigenlijk het verhaal. Als die keten niet klopt, de bodem is uitgeput of wat dan ook, of de dieren zijn op een bepaalde manier niet goed gevoed, of de planten zijn verontreinigd door allerlei zaken, dan gaat er dus ook wat mis met onze voeding en dus ook met onze gezondheid. Dus die keten, dat is eigenlijk ook de duurzaamheidsketen, zorg ervoor dat die hele keten goed is. Je kunt niet eigenlijk bedenken dat een deel van die keten niet goed is en dat de rest wel goed gaat. Waar ook iedereen over eens is, mijt fastfood, junkfood, zwaar bewerkt voedsel, suikerhoudende drank en geraffineerde zetmeelproducten. Ook daar was iedereen het mee eens. Dus eigenlijk is het niet zo dat er heel veel verwarring is. Dit is ongeveer wel wat iedereen vindt die zich verdiept heeft in voeding en gezondheid. Maar toch lijkt er heel veel verwarring. Ik weet niet of u het daarmee eens bent, maar heel veel mensen die mij mailen, bellen of twitteren enzovoort, die zeggen, ik weet het echt niet meer, want mijn dokter zegt dit en die zegt weer dat en daar heb ik weer dat gelezen en dan schijnt het weer zo te zijn dat melk eigenlijk helemaal niet goed voor je is, maar dat je daar allerlei enge ziektes van krijgt en dat geldt eigenlijk ook voor brood en dat geldt eigenlijk ook voor vis en dat geldt eigenlijk ook voor, en wat is er nou allemaal waar en wat niet? De Gezondheidsraad heeft op een bepaald moment gezegd, die verwarring die komt deels omdat wij heel erg als voedingswetenschap ons zijn gaan verdiepen in de stofjes van alle voedingsmiddelen. Dus dan krijg je een uitspraak. Ik zei net al, bij het RIVM gewerkt. En daar was de minister in de war. Want dan stond er in een advies van de ene kant van het RIVM, eet heel veel bladrijke groentes. En een ander advies van de toxicologieafdeling zei, er zit veel te veel nitraat in bladrijke groentes en dat kan worden omgezet in nitriet en nitrosamines. En daar krijg je kanker van. Dus vermijd het eten van veel bladrijke groenten. Nou, twee adviezen uit één instituut. En dat gold ook voor vis. Hè. Vis zit een goede vetzuren, maar er zitten ook zware metalen in. Moeten zwangere vrouwen nou wel of niet vis eten? Ja, die visvetzuren zijn heel belangrijk, maar die zware metalen liever niet. Wat moet je nou doen? Dus als je op een stofjesniveau kijkt, dan is melk niet goed, want er zit verzadigd vet in. Of het is wel goed, want er zit heel veel eiwit en calcium en allerlei andere dingen in. Dus al die voedingsmiddelen hebben verschillende aspecten, waarvan een deel gunstig is en een deel ongunstig. Sommige daarvan zijn gewoon groentes die zichzelf verdedigen tegen verraad, zou ik maar zeggen. Dus er worden allerlei toxische stoffen gemaakt. Daarom eten wij geen rauwe bonen en geen rauwe aardappels en dat soort zaken, omdat het vol zit met allerlei stoffen die niet goed voor ons zijn. Maar als je ze helemaal kookt, is het wel oké. Dus het hangt ook nog af van de bereidingswijze.
Dus de gezondheidsraad heeft op een bepaald moment gezegd, zullen we nou stoppen met al die stofjes, want dan worden we, het is te ingewikkeld. Er zitten soms duizenden stoffen in een bepaald eenvoudig voedingsmiddel, zoals koffie of zo. Die hebben allemaal bioactieve aspecten. En daar moeten we dan een weging van gaan maken. Misschien moeten we veel meer kijken naar voedsel. Want dat eten mensen. Is dat dan gunstig of niet? Naar voedingspatronen. En uiteindelijk is er een beetje aan de hand van dat lijstje wat ik net ook gaf, waar iedereen het over eens was, krijg je dit soort patronen. Bijvoorbeeld, eet mediterraan. Mediterraan niet zoals ze nu eten in Athene of in Napels of in Madrid of wat dan ook. Maar mediterraan zoals ze nog in de jaren 50 of 60 aten op de eilanden in de Middellandse Zee. Dat was nou veel verse groenten, noten, olijfolie en wat wijn eventueel, verse vis en dat soort dingen. Dat past eigenlijk allemaal wel heel goed bij elkaar. We weten ook dat de mensen die dat nog steeds eten, dat je daar heel weinig van die chronische welvaartsziektes ziet. En ik weet niet wat u verder opvalt aan die. Hè, maar je ziet hier natuurlijk geen producten die ook in de supermarkt in al die zaken staan. Hè. Als ik dit laat zien aan in een achterstandswijk, ik geef ook lezingen in van die wijkgebouwen Amsterdam-Noord of Amsterdam-Nieuw-West of daar. En het eerste wat mensen zeggen is, dat is heel duur eten. Hè, dus wat mensen rond de Middellandse Zee, gewoon de boerenbevolking eigenlijk elke dag at, dat kostte bijna niks. Dat haalde je namelijk uit de tuin en uit de zee of uit de rivier of wat dan ook. Dat is nu heel duur eten geworden. Want extra virgin olijfolie, want dat moet het dan wel wezen. Verse vis, noten, vers fruit en groenten. Dat is nog best wel heel duur. Als je dat nu op de markt gaat kopen, dan is dat best wel lastig. Tweede wat ze zeggen is, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Ik kan niet koken. Ik heb geen tijd. Mijn keuken is niet toereikend. Ik weet ook niet hoe je zo'n vis schoonmaakt. Enzovoorts. Dus we hebben ook eigenlijk heel weinig mogelijkheden. Je kunt dus het advies wel geven. Maar waarom volgen mensen niet heel eenvoudig dit advies op? Omdat ze geen kennis, geen vaardigheden, geen mogelijkheden en geen geld hebben om dit te eten. Dan zijn er natuurlijk wel andere mogelijkheden om daar wel wat aan te doen. Maar vanzelf gaat het zeker niet. Dus voor ons lijkt het nog. Wie kan hier zo, als ik zo'n kistje mee zou geven, in een half uur voor 3-4 mensen iets heel lekkers maken? Ja, die zitten dus hier. Ja. Ik kan u niet zo heel veel leren, denk ik. Nou, dit is een beetje een rare samenvatting. Kunnen ze het misschien ook helemaal niet lezen, maar dit is een beetje een samenvatting van allerlei grote studies waarin gekeken werd. Daar werden lijstjes ingevuld door mensen. Zo gaat dat dan heel vaak. Ik doe ook heel veel van dat soort onderzoek. En dan kijk je of mensen dikker worden of niet. En of dat samenhangt met bepaalde voedingsstoffen. En dan zie je eigenlijk dat is een heel rijtje. En dan pak ik even mijn bril erbij, want anders kan ik het ook niet eens meer lezen. Bovenaan staat potato chips, dat weet ik nog wel. En dan heb je de frietjes, en dan heb je de bewerkte vleeswaren, en dan heb je het rood vlees, enzovoort. He, dit zijn dingen, dit zijn verschillende studies. Dit zijn hele grote studies met heel veel mannen en vrouwen die lang gevolgd zijn. En dan zie je hier ook dat de snoepjes en de toetjes enzovoort, de geraffineerde granen. En hier zie je de dingen die geassocieerd zijn met gewichtsverlies of minder gewichtsstijging. En dat zijn yoghurt, fruit, volkoren producten, noten, groenten enzovoort. Dus dat komt eigenlijk uit al die studies. Daarom laat ik het even zien. Bijna al die onderzoeken, er zijn er duizenden van, die laten allemaal ongeveer hetzelfde zien. Dit zijn bewerkte voedingsmiddelen voor het grootste gedeelte. Veel dierlijke producten en dit zijn de plantaardige producten en de yoghurts en dat soort zaken. En bij de dranken is het ook duidelijk, suikerhoudende dranken zijn niet goed. Vruchtensap eigenlijk ook niet zo, iets beter, maar toch niet zo geweldig. Maar als je dan naar melk gaat kijken, dan is die volle melk ook niet zo heel erg een probleem. En dan heb je hier nog de lightfrisdranken, daar komen we misschien ook nog over. Daar heb ik een akkefietje mee met de staatssecretaris. Of het nou verstandig is om dat nou enorm aan te gaan bevelen. En waar we eigenlijk op uitkomen is dat we hebben het altijd over wat mensen wel moeten eten, maar niet heel duidelijk over wat mensen niet moeten eten. Dus in Nederland heb je een schijf van 5. In Vlaanderen heb je de voedingsdriehoek.
En daar staat allemaal in wat je vooral wel moet eten. Veel groente, veel fruit enzovoort. Maar er staat niet heel duidelijk in wat je niet mag eten. Want dat mag je dan zelf weten. Dus vrije ruimte en zo. Ja, best ingewikkeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie en wat andere organisaties. Ik zag toevallig net vanmiddag, voordat ik hier naartoe ging, dat ook het Franse parlement hier zich over uitgesproken heeft. Er is een categorie van voedsel wat we eigenlijk uit onze samenleving moeten halen. Tenminste in overmaat, want dat is echt het probleem. En dat noemen we de ultra-processed food, het ultra-bewerkte voedsel. En ik zal uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Ik gaf een keer een lezing voor mensen uit de industrie en die zeiden van, nou, dat slaat helemaal nergens op. Dat is trouwens in Frankrijk ook gebeurd. De industrie vindt dat het Franse parlement bestaat uit sukkels die niet snappen hoe het echt in elkaar zit. Want er is niks mis met bewerkt voedsel en zeker niet ook met het voedsel wat zij maken. Het is alleen dat de consumenten er te veel van eten. Maar ja, dat is niet hun schuld. Dat is met alcohol en sigaretten dus ook zo. Daar is toch wel veel overeenstemming voor, dat het juist het eten van dat soort producten is wat de problemen veroorzaakt. En ik zal uitleggen hoe dat komt. Maar ik ga eerst even wat meer vertellen over de soorten van producten. Nou, als u dus zelf gaat koken, ook met kruiden enzovoort, en u heeft vlees en groenten en al dat soort dingen, dan is dat ook wel bewerkt, maar dat is geen ultra bewerkt voedsel. daar is niks mis mee. Wat zijn de eigenschappen van ultra bewerkt voedsel? En ik zal straks uitleggen waarom we dat eigenlijk zoveel in onze samenleving hebben. Dat is houdbaar, het is goedkoop, het is makkelijk, het is lekker. Het is, ook je kunt het zo opeten. Als u naar een station gaat of naar een supermarkt of naar een sportkantine, dan kunt u gewoon zien dat wat ze daar verkopen, dat is meestal dat. Het is veilig, dat is dus heel belangrijk. Hè? Dus het is, je kunt het jaren in je kast hebben. Ook staat er een houdbaarheidsdatum op. U kunt het gewoon in uw kast zetten en na 5 jaar weer eens openmaken. Of na 10 jaar en dan kunt u het gewoon nog weer opeten. En dat is nog steeds goed. Daarom kun je het ook heel goed transporteren. Van de ene kant naar de andere kant. Het is ontzettend lekker. Want daar is ontzettend aan gesleuteld door alle levensmiddelentechnologen. Ik werd opgeleid als voedingswetenschapper in Wageningen. En dan naast ons was de afdeling levensmiddelentechnologie. En wij waren allemaal aan het uitleggen en het uitvinden wat mensen niet moesten eten. En zij maakten die producten die mensen dan vooral niet moesten eten. En die maakten ze ook onweerstaanbaar lekker. Dat zal ik straks uitleggen hoe ze dat dan gedaan hebben. Maar dat is wel een van de grote verworvenheden van die technologie. Dus aan de ene kant is het best wel goed, hè, want dan gooi je het ook niet weg. Als je het lang kunt bewaren. Maar aan de andere kant is het ook wel iets waar je mee moet oppassen. En je kunt ze dus overal eten. En dat doen wij dus ook. We eten overal. Heb ik tegen een zere scheen geschopt? Nee, hè? Nog niet. Goed. En ze vervangen dus ons eigen eten wat je normaal zelf zou maken. En je kunt ze dus opeten, ook gewoon voor de televisie of achter je computer enzovoort. Ideaal. He, want dat is in onze maatschappij echt wel ideaal. Want we hebben dat eens uitgezocht. In de jaren 60 besteden mensen nog ongeveer 2 uur aan het kopen en bereiden van eten. En dan werd de maaltijd samen genuttigd. En dat is wel over. Die tijd die we nog besteden is gemiddeld nu 12 minuten. Dan zegt u allemaal, dat is niet waar, want ik doe er veel langer over. Nou, maar dat is wel wat er gemiddeld nog gedaan wordt. En dat is dus heel veel kant en klaar, veel opgewarmd, veel enzovoort. Je kunt het in de auto eten, je kunt het in de lopend eten. Dat zal vast niet in Nijmegen zijn, maar als je in Amsterdam op zaterdag door de Kalverstraat loopt, dan loopt iedereen te eten. In de trein of op stations staat iedereen ook met iets in zijn handen of in zijn mond. Behalve als ze de smartphone vast hebben. Nou, daar sla ik het even over. Wat bedoelen we nou met dat ultra bewerkt voedsel? Nou, dat is eigenlijk, ik geef een paar voorbeeldjes, en die kent ze allemaal wel. We kennen vis, dat bevelen we ook allemaal aan. Dat is prima. Dat heeft mooie eiwitten, niet te veel vet en ook niet te veel natrium, dus zout. En daar maken wij vissticks van, want dat vinden we lekkerder. En die bevatten dan minder eiwit. Die bevatten plotseling heel veel meer vet, want ze zijn gebakken en gefrituurd of wat dan ook. En je hebt dan ineens een heleboel zout erbij.
plus een heleboel additieven. Dus er wordt meel aan toegevoegd, hè, bloem of olie en zout enzovoorts. En dan is ineens de vis ook 30 euro per kilo in plaats van de 10 tot 20. Dus het is ook ineens veel lucratiever geworden om dat te verkopen. Dus mensen vinden het makkelijker, vinden het lekkerder, vinden het helemaal niet zo erg dat ze er meer voor betalen. Want die vissticks die zijn niet zo heel duur. Kinderen houden ervan, hè, dus dat is de kapitein Iglo die dat heel goed heeft uitgelegd. Dat het net zo goed is als vis. En dat heb je met aardappelen ook. Hè? Dus is wat, de gewone aardappel die kost 3 euro of 3 dollar per kilo. Dat is een Amerikaans plaatje, maar goed. Er zit bijna geen zout in, ook niet zoveel, geen vet en niet zoveel kilocalorieën. En daar maken wij dan chips van. En dan ineens gaan ze omhoog. Hè? Dus dan, daar verdien je dus heel veel meer op. Dan gaat het honderdvoudige aan zout in. En ineens zit er ook een heleboel vet in. En ineens is het ook 10 keer zoveel kilocalorieën per gram. Dus dat is dat gaat dan heel gemakkelijk. Dan eigenlijk eet je nog steeds aardappelen. Hè? Dus je eet nog vis en aardappelen. In de Verenigde Staten, u kent dat verhaal vast wel, daar gelden chips ook nog gewoon als groente. Aardappelen gelden als groente. En chips gelden ook als groente. En frietjes ook. Tomatenketchup ook. En pizza is laatst besloten door het congres, telt ook als groente. Want er zit groente op. Dus zo krijgen we een beetje een verdrongen beeld over wat is dat dan, groente eten. Nou, dit is een ander havermout, prima voedingsmiddel. Kun je gemakkelijk maken. Dit kost ook bijna niks. Er zit veel vezel in en veel eiwit enzovoort. En daar maken we iets van waar we heel veel suiker in stoppen. En dat is dan snel klaar. Wij hebben ze in Nederland ook al die zakjes en zo. En de verschillende smaken met appel en kaneel enzovoorts. Maar appel en kaneel zitten daar in ieder geval niet in. Maar ze smaken wel zo. Hè? Dat is net zoals de honing, walnoten, Griekse stijl yoghurt. Dus en niet Griekse stijl. Er zitten ook geen walnoten in en ook geen honing. Maar dat mag wel. Hè? Het mag allemaal wel zo verkocht worden. Nou, zo zijn er nog een heleboel. En dit plaatje laat ik niet zien omdat het iets bewijst of zo. Maar dat geeft twee dingen weer. Dit is de hoeveelheid, het percentage van ons voedsel wat we eten in de vorm van dat ultrabewerkt voedsel. En dit is het aantal mensen met overgewicht. Nou, daar kun je altijd plaatjes van maken, die bewijzen niks. Maar waarom ik het laat zien is dat in sommige landen ongeveer een kwart van het voedsel bestaat uit dat ultrabewerkt voedsel. En dat andere landen, zoals de Verenigde Staten, 2/3 van het eten wat ze allemaal gemiddeld eten, dat bestaat uit dat ultrabewerkt voedsel. Is dat relevant? Verklaart dat een beetje misschien waarom ze zo ontzettend dik zijn in de Verenigde Staten? Nou, mogelijk wel. Het is geen bewijs, maar het is wel zo dat er een enorme variatie is. Wij zitten ongeveer hier. Zo bij Duitsland. Dus eigenlijk zegt het voedingscentrum in de schijf van 5 niet heel erg, ja, eet wel dat en dat en dat. Maar ze zeggen niet heel erg, eet vooral niet dat ultrabewerkt voedsel. En wat is er de afgelopen 50 jaar vooral in onze voeding gebeurd? Niet dat mensen heel veel meer volgens de voedingsrichtlijnen van het voedingscentrum zijn gaan eten. Dat was namelijk 5% toen ik studeerde in de jaren 70 in Wageningen. En dat is nu nog steeds 5%. Dus dat schiet niet heel erg op. Dus dat is het effect van voorlichting, kan ik u vertellen, is vrij gering. We hebben daar wel heel veel. Maar dit is eigenlijk het. Nou ja, dit zijn alle soorten van voedsel die we hebben in de mate van bereiding. En dit is het lijntje wat je omhoog ziet gaan. Dat was bijna niks en dat is enorm omhoog gegaan. Dat zijn dat ultrabewerkt voedsel. Dus dat heeft een heel groot gedeelte van het wat we vroeger aten is vervangen door voedsel wat niet meer herkenbaar is als het voedsel wat het ooit was. Zeg ik dat nog een beetje duidelijk? Ja. Je kan aan een chippy niet meer zien dat het ooit een aardappel was. En zeker niet aan een pringle of zo. En dat is overal zo in de westerse wereld, maar ook nu in ontwikkelingslanden. Ik ga dat nu niet vertellen, maar ik heb veel onderzoek gedaan in India bijvoorbeeld. Daar heb je in die grote steden heb je heel veel mensen, 20 miljoen mensen die dan op een kluitje wonen. Heel veel mensen die in de sloppenwijken wonen. Ik weet niet of u wel eens in India bent geweest, maar het is altijd heel erg vochtig en warm. En mensen die in de sloppenwijken wonen hebben geen ijskast, koelkast, diepvriezer of een
ook geen keuken. Ze hebben ook geen voorraadkasten. Ze hebben eigenlijk niet zo heel veel waar je... Dus wat kan je daar niet eten? Verse groenten, vers fruit, vers vlees, vers vis. Dat kan allemaal niet. Wat kan je wel eten? Iets wat in de hitte nog een beetje veilig blijft. Dat is gefrituurd eten, ultrabewerkt voedsel en frisdrank. En dat eten en drinken ze dus voornamelijk. Dus je kunt ook in New Delhi, in de sloppenwijken, zien dat ongeveer 90% van hun eten bestaat uit dat ultrabewerkte voedsel. Is dat erg? Want zijn ze niet heel erg ondervoed en heel arm en zo? Het rare is, ze zijn wel ondervoed, want ze missen heel veel belangrijke voedingsstoffen. Maar er is heel veel overgewicht en diabetes in sloppenwijken. Ook in sloppenwijken of arme wijken in Mexico-stad, ook in Johannesburg enzovoort. En dat komt eigenlijk omdat dat het enige voedsel is wat je nog een beetje goed kunt verkopen als er zo ontzettend veel mensen op een kluitje wonen. Want kunt u zich voorstellen wat de logistieke operatie is om voor 20 miljoen mensen elke dag voldoende voedsel te hebben, wat veilig is en op een niet al te duur wordt en dus beschikbaar is voor mensen. Nou, ik vertel u denk ik allemaal helemaal niks nieuws. Dat het beter is om vis te eten dan vissticks. En dat het beter is om aardappels te eten dan chips. Maar waarom eten we het dan toch massaal? Dat zal ik een beetje proberen uit te leggen. En mevrouw Aarsten kan dat waarschijnlijk nog veel beter uitleggen. Maar dat heeft deels te maken dus met die bewerkingen. Hè? Dus die bewerkingen die... Kijk, dat voedsel dat bestaat vooral uit dingen waarvan ons brein zegt, dat is lekker. Zoet is lekker. Vet is lekker. Zout is ook lekker. En dat zijn allemaal smaken die als u een tijdje hier op de Uiterwaarden, hoe heet het ook alweer, de polder? Hooipolder, moet overleven. Met wat vissen vangen en her en der is een konijn en we proberen wat bessen en knollen. Dan zult u allerlei smaken tegenkomen, maar veel vet en zoet en zout zult u niet tegenkomen. Dat zit namelijk niet in heel veel natuurlijke voedingsmiddelen. Denk maar eens een natuurlijk zout voedingsmiddel. Wie weet er één? Zeewier, ja. Dat is niet bij de ooipolder te krijgen nog. Maar dat is waar, dus uit de zee, daar zit zout in. En ook jodium en zo, dus dat is allemaal wel prima. Maar als je niet aan de zee woont, dan is het dus echt heel lastig om zout te krijgen. Hetzelfde geldt voor heel veel echt heel vette producten en zo. Dus ons brein is eigenlijk zo gemaakt dat als je geboren wordt, moet je enorm verlangen naar borstvoeding. Want dat is wat je laat overleven. En borstvoeding is ook vet en zoet. Nog niet zout, want dat komt pas later. Maar ons brein beloont ons daarvan. Nou, dat ga ik niet allemaal vertellen, want de cognitiewetenschappers weten dat veel beter dan dit. Dus daar zullen we het vast ook nog wel over hebben. Maar dat is iets wat ons een plezierig gevoel geeft. En dat kunnen we ook ons herinneren. Dus als je ooit eens een keer zo'n lekkere salted caramel chocolate dinges hebt gehad. En je ziet hem nog een keer liggen, denk je, ja, dat vond ik wel echt heel lekker. Die neem ik nog een keer. Dus dat weer steeds terugkeren naar dat gevoel, dat reward seeking, zoals dat dan heet, dat is heel erg krachtig. Nou, wat hebben die technologen waar ik dan mee studeerde en zo, wat zaten die te doen op in hun laboratoriumpjes? Dat was uit te zoeken wat het optimum is. En om even een voorbeeld te geven, als u soep eet en er zit geen zout in, dat is niet zo lekker. Dan doet er een beetje zout bij, wordt het lekkerder. En dan doe je nog een beetje zout bij, dan wordt het nog lekkerder. En nog meer zout, dan wordt het minder lekker. Dan is het te zout. En zo zit een kok, en ik was net bij meneer van Beckhoven, die heel ongezonde dingen aan het klaarmaken was in een programma waar ik aan meedeed. Maar die zit ook de hele tijd te proeven. Weet je wel, dus net te weinig suiker, iets meer erbij. Net te veel. Ja. Nou, en dat optimum, dat is wat we maar noemen het bliss point, het gelukzaligheidspunt. En er is een prachtig boek, dat heet Fat, Sugar and Salt van meneer Mosley, een journalist van de New York Times. Die heeft een heleboel van die technologen geïnterviewd. En dat blijkt dus dat al die grote voedingsmiddelenconcerns, die hebben een heleboel van die technologen en hersendeskundigen in dienst. Die maken dat voedsel zodanig wordt geconstrueerd in zowel de smaak en de verhoudingen daarvan, maar ook de consistentie. Of het een lekker mondgevoel geeft, of het lekker kraakt of wat dan ook. Dat is allemaal helemaal uitgezocht. Waardoor het punt bereikt wordt van, dit is nu een onweerstaanbaar voedingsmiddel.
Want wat wil je als fabrikant? Jij wil een product maken wat lekkerder is dan dat van je concurrenten. Maar waarbij mensen ook steeds weer terugkomen. En dat is, dit is een beetje een flauw plaatje, maar dat is dan bijvoorbeeld zo'n... Hoe hebben ze zo'n chipje gemaakt? Salt plus vet in het kwadraat, plus gedeeld door de satisfying crunch en de pleasing mouthfeel. Dat maakt een voedingsmiddel onweerstaanbaar. En dat werkt dus ook zo. Ik weet niet of die, ik had het net over die Pringles. Kent u die buizen met die Pringles? Is dat nou aardappel of wat is het, denkt u? Nou ja, in ieder geval, het is iets wel wat lekker is. En kent u ook de slogan, de reclameslogan? Once you pop, you can't stop. Ja, once you pop, you cannot stop. En dat is dus ook waar. Ik heb het bij vrienden gezien, die doen dan zo'n ding open, dan zitten we voetbal te kijken, enzovoorts. En dan gaat het handje, dat gaat steeds zo, doelpunt. En verhip, het zijn alleen kruimeltjes. Hij is leeg, niks van gemerkt, ongemerkt opgegeten. Dat is dus de kracht van dat ultra bewerkte voedsel. Dat je eet erdoor. De door-eetfactor noemen wij dat dan maar voor het gemakje. Er zijn ook hele moeilijke woorden voor, maar dat is best wel zo. En dat doen we al heel vroeg in het leven. Dus we maken speciale kinderproducten. In ieder geval de industrie maakt speciale kinderproducten. Bijvoorbeeld ontbijtgranen. Nou, ontbijt is altijd een ellende met kinderen, maar dit vinden ze lekker. Als u van een bepaald product een kindervariant ziet, dan weet u bij voorbaat dat dat de minst gezonde variant is die je kunt bedenken. Namelijk, er zijn geen ontbijtgranen met meer suiker dan de kinderontbijtgranen. En die bestaan dus voor soms een derde uit suiker. Hè? Dus zo'n doos is tot hier suiker. Dan is het een beetje bloem en meel en allerlei gedextruteerde graanproductenachtige dingen. En dan is er nog wat gerommel met allerlei andere speeltjes die erin zitten, die kleuren hebben of die allerlei andere zaken maken. En daar hoort dan ook heel erg veel kindermarketing bij. Hè. Dus dit is echt gemaakt. Je kind wil eigenlijk ook zo'n tijger op zo'n of een speeltje. Je kunt dingen sparen en je kunt allemaal. Dus de hele marketingcampagne is erop gericht. Zorg ervoor dat dit nou niet op de ooghoogte zit van moeder die de boodschappen doet. Maar dit is precies waar een kindje langs loopt. Hè? Ooghoogte van een dreumes. Dus die, dat noemen wij de jengelfactor. Dat als je je kind mee naar de supermarkt, dat je hem de hele tijd moet meeslepen, omdat hij allemaal leuke dingen heeft gezien. Die heel lekker zijn, maar eigenlijk niet gezond. En daar wennen we onze kinderen dus ook heel erg aan. Aan een overmaat van suiker. Iets wat je nooit zelf in je cornflakes zou doen. Namelijk een derde van het gewicht van die cornflakes ook nog als suiker erin gooien. Namelijk 20 scheppen of zoiets. Dat zit wel gewoon in die pakjes. En die geef je aan kinderen en ze smullen ervan. Dus je denkt, dat doe ik nog een keer. En dat is een beetje natuurlijk wat ons heel veel heeft opgeleverd. Ik heb een discussie gehad met Rosanne Herzberger. Die had een ode aan de E-nummers en een pleidooi voor het bewerkte voedsel. Want zij zei, dat heeft ervoor gezorgd dat vrouwen zich konden emanciperen. Die hoefden niet meer achter dat stomme aanrecht te staan. En allemaal die wortels schoonmaken en de aardappels schillen en zo. Zoals vroeger. Want die mannen deden toch al niks in de keuken. En die vrouwen moesten dat allemaal doen. En nou hebben we dat ultrabewerkt voedsel. En nou kunnen ze gaan werken. En dat is niet helemaal onwaar. Het is een beetje seksistisch, vind ik dan. Maar dat is Rosanne's woorden. Maar dat is wel een beetje waar. Hè? Dus we hebben natuurlijk, omdat we heel veel drukke bezigheden hebben gekregen en gecreëerd, heel weinig tijd voor het bereiden van eten. Dus gemaksvoedsel, wat kant-en-klaar is, wat lekker is en goedkoop. En dat is eigenlijk wel wat we altijd wilden. Dus de industrie zegt tegen mij ook altijd, ja, wij hebben het niet bedacht. De consument wilde het heel graag. Maar de consument zit eigenlijk al een beetje vol. Hè? Want de helft van de Nederlanders is al te zwaar. En 1 op de 6 heeft obesitas. En er zijn een heleboel mensen met diabetes. Die mogen dat allemaal niet. Maar hoe krijg je dan toch nog eten verkocht aan mensen die eigenlijk al genoeg hebben? Nou, dat weet de marketing dan heel goed. Hè? Dus dat doe je dan door het nog goedkoper te maken. Door de portiegroottes te vergroten. Dat helpt. Dan gaan mensen vanzelf meer consumeren. Dat weten we uit onderzoek. We gaan die bliss factor overal instoppen. Hè? Dus dat mensen echt denken op het station, oh, ik moet toch een half uur wachten. En oh, die reepjes allemaal. We hebben ze overal staan. Echt overal.
Ik reis altijd met openbaar vervoer, behalve vanavond. Maar omdat ik een ingewikkelde route had. Maar ik kom ze overal tegen. Al die stations. Het zijn allemaal, zoals ik dat ooit eens noemde, vreedschuren waar ze af en toe een trein voorbij komt. En dat is eigenlijk... waarom doen we dat? Omdat er, de voedingsmiddelenindustrie, daar hebben wij alles aan overgelaten. En de voedingsmiddelenindustrie, die heeft aandeelhouders en die hebben van alles en nog wat. Die hebben maar één doel, namelijk veel verkopen en winst maken. Want dat is nou eenmaal ons systeem. Dus dat doe je dan op die manier. Daardoor krijg je dat mensen heel veel suiker, vet en allerlei andere dingen eten. En dan krijg je al die welvaartsziekten. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Ik was in de jaren 60 al eens een keer in Beijing. En ik keek mijn ogen uit. Er waren 2 miljoen fietsen of zo. Weet je, alleen maar fietsen. En overal stalletjes met groenten enzovoort. En ik kwam er 40 jaar later nog een keer. Geen fietsen meer te zien. Geen stalletje meer te zien. Alleen maar fastfoodketens en auto's in de file. Weet je, en wat zaten die mensen te doen in de file? Die zaten achter het stuur de fastfood op te eten. Nou ja, goed, dat is allemaal heel efficiënt. Dus we hebben allerlei tijdsbesparende dingen uitgevoerd, waardoor we nu eigenlijk helemaal geen tijd meer hebben voor iets anders. En zeker niet om te koken. Dus wat is de samenvatting? Waarom eten we dus van dat voedsel? Omdat daar enorm goed over nagedacht is. Sterker nog, als ik het aan heel veel mensen vraag, en we hadden het net al even over, kunnen mensen wel of niet koken, geloof ik. Maar de meeste mensen zeggen, de enige manier waarop je goedkoop, snel een lekkere maaltijd kunt maken, is met kant-en-klaar producten. Of fastfood. Dat is de enige manier. En wie heeft ons dat aangepraat? De voedingsmiddelenindustrie en de marketing. Het is een heel geslaagd project. Hè? Want er zijn talloze boeken, of het nou van Jamie Oliver is, van Karen Luijten of wat dan ook, die laat zien dat je gewoon met basisproducten in even zo'n korte tijd, niet meer kosten, ook een lekkere maaltijd kunt maken. Gewoon van basisproducten. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar we geloven dat niet meer. We denken, nee, dat is duur en dat kost heel veel tijd en dat kan niet. Hè, dus die 12 minuten recepten van Jamie Oliver, dat zal wel niet kloppen. Want dat kan alleen maar met pakjes en zakjes. Dus wat hebben die ultra-processed foods? We hebben daar eigenlijk alles uitgehaald wat een beetje nog normaal gezond was. Hè. Dus granen, wat je van granen ook vindt, daar zitten in ieder geval onderdelen in, zoals de zemel en de kiem. Daar zitten alle voedingsstoffen in, daar zit de vezel in. Die is allemaal heel belangrijk en nuttig voor ons lichaam. Die hebben we eruit gehaald. En dan hou je witte bloem over. En van de witte bloem maken we van alles en nog wat. Het zit echt overal in. Niet alleen in witbrood, maar het wordt overal in verwerkt. En dat is alleen maar zetmeel. Dus er zit helemaal geen voedingswaarde meer aan. Maar dat vinden we wel lekkerder. En het is ook, heeft een hogere energiedichtheid. Dus je eet er makkelijker veel van. Het is bijna altijd ook in grote volumes te krijgen. De aanbiedingen zijn ook bijna altijd dit soort voedsel in de supermarkt. En er is enorm veel marketing. Hè. Dus 3000 keer zoveel geld is er voor de marketing van ongezonde ultra-processed foods als voor de hele voedingsvoorlichting over gezonde voeding. 3000 keer. En ik kan u wel vertellen dat degene, de communicatieprofessionals die bij de industrie werken, mag ik dat zo zeggen? Ja, mag ik. Die worden heel veel beter betaald. Dus de allerbeste jongens en meisjes, die zitten niet bij de universiteit of bij ons te onderzoeken. Die zitten allemaal bij die grote bedrijven om daar enorm veel geld te verdienen aan marketing en advertising. En dat is tot een echt ongekende sophistication zeg maar gestegen. Dus dat geeft nog wat voorbeelden van. Een ander deel is de prijsontwikkeling. Want waar letten consumenten op? En wat dat is een beetje, ik heb een beetje een aanvaring met onze meneer Blokhuis, die een preventieakkoord gemaakt heeft. En ik heb een pleidooi gehouden voor het goedkoper maken van groente en fruit en het duurder maken van frisdrank. Nou, het is niet zo'n heel ingewikkelde maatregel. Hoe ongezonder het product, hoe duurder je het moet maken, hoe gezonder het product, hoe goedkoper. En dan zegt hij, nee, dat kan helemaal, of dan zegt hij niet per se, maar dat zeggen heel veel politici, dat kan niet, want dat is betutteling en de overheid mag zich niet bezighouden met prijzen. Maar de overheid houdt zich al heel lang bezig met prijzen. Dat ziet u onder andere hier aan. Dit heeft het CBS voorbij uitgedraaid. He, dus de vers fruit is heel veel duurder geworden, vleeswaren. En dan zie je hier zo geleidelijk aan waar het veel goedkoper is geworden. Zoet, broodbeleg, snoep, suiker, ijs en suiker is zelfs goedkoper geworden als je het. Dus dat ook in absolute zin. Dus dat is. Hoe kan dat dan? Is dat alleen maar
vraag en aanbod. Nee, dat heeft te maken met het Europees voedingsbeleid, de importheffingen op suiker uit de ontwikkelingslanden. Een heel ingewikkeld verhaal. Maar het heeft er uiteindelijk mee te maken dat hoe verser het is, hoe ongezonder. Hoe duurder. Nou, deze sla ik even over. Dat gelooft u vast wel. We hebben uitgezocht dat dat in Nederland dus ook zo is. Hoe duurder. Nee, ik zeg het toch maar even. Dit is het aantal euro's wat het per calorie kost, zeg maar. Dat neemt hier toe. En naarmate de prijs hoger is, neemt ook het gehalte aan vitamines en mineralen enzovoorts. En de hoeveelheid energiedichtheid die neemt af. Oftewel, dat is echt bij ons ook zo. En wij vinden dus ook dat als je gezond wil eten volgens het voedingscentrum, dat is dan gemiddeld duurder dan wanneer je dat hetzelfde hoeveelheid calorieën eet, maar dan uit de producten buiten de schijf van 5. Nou, opleidingsniveau enzovoort. Dus, en dat heeft ook heel duidelijk dan een gevolg voor de motieven waarom mensen kiezen voor makkelijk, lekker gemaksvoedsel. Is namelijk ook, het is heel erg goedkoop. Het kost echt helemaal niks, zeker niet per calorie. En dan zie je dat daardoor ook een ongelijkheid ontstaat. Dit is het percentage mensen met overgewicht. Dit zijn mensen met een lager of een meer praktische opleiding. En dit zijn mensen met een meer theoretische opleiding. Is nu het geschikte woord, geloof ik. Dus dit zijn de theoretici die hebben minder overgewicht dan de praktische mensen. Maar het heeft wel heel veel te maken met het inkomen en de prijs. En eigenlijk zijn er heel veel organisaties, en dit is een samenvatting daarvan in het medisch tijdschrift The Lancet, wat veel gelezen wordt door dokters, maar niet door beleidsmakers, die zeggen eigenlijk dat de grote epidemieën van problemen met de gezondheid, die hebben eigenlijk te maken met de tabak, alcohol en dat ultra-processed foods and drink industries. En wat is eigenlijk de enige remedie, is dat we daar wat aan doen. Dat die zo enorm krachtig en machtig zijn om ons hele voedingspatroon, onze voedselkeuzes te beïnvloeden. En dat de overheid daar ons niet, en zeker niet kinderen, en ook niet de kinderen, daar tegen mag beschermen. Door het wat minder, doe het een tandje minder. Want zodra je dat doet als overheid, ben je een betuttelende minister. En dan moet vadertje staat, gaat zich bemoeien met onze keuze. En dat willen we niet. Wat we denken, dit is een mooie schilderij, dat hangt in Stockholm. Dat is zo 6 bij 4 meter of zo. Dat is een enorm ding. Komt al uit 1964. Toen ik dat voor het eerst zag, toen dacht ik ook, ja, dit is wel een beetje ons voedsellandschap, een foodscape. Wat gaan we nou doen dan daaraan? Want we kunnen wel blijven voorlichten, maar als die verleidingen zo blijven en die enorme invloed van die ultra-processed foods en de marketing daarachter, dat allemaal gaat overroelen, hè, want dat is een beetje het probleem. En ook daarvan kan Esther waarschijnlijk meer vertellen. Maar onze normale eetlustregulatie, we stoppen een beetje als we vol zijn en we gaan weer eten als we weer trek hebben, die wordt overroeld door die ultra-processed foods, omdat ze zo lekker zijn. Ik weet niet of u dat gevoel kent. U heeft al 3 gangen gegeten in een restaurant. En dan is er ook nog een flan karamel of een chocolademousse. Eigenlijk is daar dan altijd toch nog wel weer ruimte voor. Weet je, op een of andere manier. Dat overroelt ons verzadigingsgevoel. Want ons brein, ons beloningssysteem wil ook wat. En die heeft nog niks gehad. Want dat was allemaal persiebonen en weet ik veel wat allemaal. Dat is bij kinderen ook al zo. Daarmee, ik zal niet zeggen trainen wij ze. Maar het is wel een beetje, conditioneren we ze ook wel een beetje. Als je je spruitjes hebt opgegeten, krijg je een toetje. Als je dat en dat hebt gedaan, dan gaan we een keer naar McDonald's. Dus dat belonen met de ongezonde keuze, dat we hebben kinderen ook al heel snel door. Dat zo werkt. Ik moet zo afronden. Ja. Ik sla een paar plaatjes over, want het is mij een beetje blijven hangen. Goed. Even kijken. Waar het wel een beetje over ging, dat ga ik toch even terug. Is als we werkelijk wat willen doen, en dat zien we uit ons eigen onderzoek ook, en je wil dat die gedragskeuzes anders worden beïnvloed, moet je de oorzaken van die ongezonde keuzes weghalen. Dat wil zeggen dus dat mensen niet, weten we van de economen, die hebben dat voor het eerst uitgezocht, dat als mensen enorm onder stress staan en ze hebben weinig geld en ze hebben geen werk,
dan maken ze allerlei beslissingen, maar geen verstandige lange termijn beslissingen. Wel korte termijn, daar zijn ze al heel goed in. Dus, en wat is de korte termijn winst van het eten van koekjes ten opzichte van wortels? Is dat je er meer plezier van hebt en dat je dus... dat doe je dan. Dat weten we uit allerlei vormen van stressonderzoek. Dus als je niet wil dat mensen voortdurend eigenlijk aan het zelfmedicaat zijn aan troost eten bijvoorbeeld, of het emotioneel eten, dan moet je die stressfactoren weghalen, de armoede weghalen, de kennis vergroten, de economische factoren, maar ook de fysieke omgevingsfactoren, de verleidingen, die moet je zoveel mogelijk weghalen. Je gaat ook een alcoholist niet heel erg helpen door hem naast een café te zetten of een slijterij. Die moeten dan op afstand. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, want we zijn geen alcoholisten, maar we zijn wel ontzettend verslingerd aan al die lekkere dingen. Nou, daar sla ik ze alsnog wel over. Nou, dat heeft wel een beetje te maken, dat ik heb daar eigenlijk geen tijd voor, maar het idee wat nu bestaat is dat eigenlijk het helemaal niet zo is dat we allemaal hetzelfde advies moeten hebben, maar dat iedereen van u een apart advies zou moeten hebben op basis van uw DNA en allerlei andere profielen. En dat dus alle deze kindjes, de ene moet tomaten eten en de andere moet broccoli en de derde moet juist vlees of geen vis eten. Omdat ze allemaal een uniek profiel hebben wat maakt dat hun voedingsgewoontes totaal anders zijn. Nou, ik geloof daar helemaal geen bied van. Dat was eigenlijk de boodschap. Maar er zijn wel hele dure programma's van. En ook de industrie zet maximaal in nu op dat personalized nutrition. Want dan hoef je namelijk niks aan je voedingsmiddelen te veranderen. Je gaat alleen met algoritmes tegen mensen zeggen, jij moet vooral dit eten, jij moet vooral dat eten. En Nestlé die heeft nu ook een database waarin mensen dan wangslijmvlies moeten gaan inleveren. En dan krijgen ze een persoonlijk advies van Nestlé-producten, wat zij dan vooral moeten gaan eten. En dat is iets wat de industrie heel goed uitkomt. Want dan is het toch weer de keuze, want dat is het weer aan het individu. Als je dat nou opvolgt dat advies, is dat prima, maar het is jouw eigen keuze. En de producenten hoeven eigenlijk niks te veranderen. Want voor sommige mensen zijn de Milka-chocolades echt best wel een heel goed idee. En voor anderen niet. Dus het aanbod blijft gewoon bestaan. En je maakt met algoritmes duidelijk dat sommige mensen meer van dit en van dat moeten eten. Ik denk dat dat eigenlijk een grote scam is. Ik denk wel dat je persoonlijk advies moet geven. Dat is absoluut. Elke diëtist doet dat ook altijd. Dat heeft ermee te maken met hoeveel gezondheidskennis en vaardigheden heb je. Hoeveel voedselvaardigheden heb je eigenlijk. En kan je eigenlijk wel dingen veranderen? Heb je daar problemen mee? Zijn er bepaalde dingen waarmee je ondersteund kunt worden? En iedereen verschilt wel in die competenties of eigenschappen. Dus dat moet je dan doen. Ja, ik ben zo klaar. Want ik wil het toch even kwijt. Nou. Dat is het idee van stroomopwaarts. De achterliggende factoren van die ongezonde keuze die we massaal doen. Hè, sommige wijken heeft 3 op de 10 kinderen overgewicht in Amsterdam waar ik onderzoek doe. En andere wijken maar 5 op de 100. Dus het is een enorm verschil. En dat begint al op 5 maanden oud. Dus dan is er allemaal nog helemaal geen sprake van keuzes. Dan is het gewoon sprake van beïnvloeding door de omgeving. De achterliggende factoren die maken dat cultureel, sociaal, economisch, fysiek enzovoort, die dat maken. En daar moet je eigenlijk je aandacht aan besteden. Goed. Dit komt nog een keer. Als ik een keer terugkom. Maar wij doen dat dus ook. We hebben dus een aanpak gemaakt waarbij bijvoorbeeld de kinderen en de gezinnen centraal staan. Maar waarbij we eigenlijk zeggen, we moeten eigenlijk zorgen dat alle standaard omgevingsfactoren die maken dat mensen keuzes maken of wat dan ook. Dat de standaardkeuze is de gezonde keuze. Dat is te vanzelfsprekend. Dat is niet zo dat we dan ongezonde keuzes verbieden. Maar die worden gewoon een stuk moeilijker. Dan moet je om vragen, moet je meer geld voor betalen. Op allerlei manieren. Op den duur word je een beetje raar aangekeken als je nog met een cola blikje op school aankomt of een energiedrank, want het standaard is we drinken water. Dus dat is het idee achter die aanpak. En dat doen we met supermarkten, waardoor we ander aanbod creëren met voorlichting door de vakkenvullers in de supermarkt aan de klanten. En met de ondernemers in Amsterdam zelf. Dus Nemo en Artis en Amsterdamse Bos en al die grote instellingen waar heel veel kinderen altijd komen, die hebben nu veel gezondere keuzes. Goed. En dat is wel iets wat we natuurlijk vergeten zijn bij dat hele gepersonaliseerde idee, het individualisme, het geen tijd meer besteden aan eten en geen aandacht, alles kant en klaar eten, is dat we daarmee ook eigenlijk de sociale functie van ons voedsel verloren hebben. Want
Uiteindelijk begint verbroedering bij het delen van voedsel. Dus de conclusies zijn, en dan ben ik over mijn tijd heen helaas de discussie. Die welvaartsziekte waar wij zo ontzettend veel mee te maken hebben. Miljoenen mensen die daar last van hebben. Er komen er heel veel meer bij de komende jaren. Dat is vooral de overconsumptie van die ultra-processed foods. Dat vindt ook de Wereldgezondheidsorganisatie. En dus ook de Franse overheid, maar niet de Nederlandse overheid. Wij moeten eigenlijk zorgen dat we de impact van dat voedsel proberen terug te dringen. Dat betekent dat we dappere politici nodig hebben. Ook dappere mensen in de top van het bedrijfsleven en zo. Die zorgen dat daar een ander beleid op komt. We moeten ons veel meer richten op de omgeving dan op dat individueel behandelen en voorlichten van mensen. En we moeten wel persoonlijk advies geven als dat toch moet. Maar hou dat dan vooral op de kennis en vaardigheden die mensen wel of niet hebben. Dank u wel. Misschien hier nog wat zitten. Oké. Ja, dit is mooi zo. Ja, dankjewel. Bij ons aangeschoven is Esther Aarts. Esther, je hebt het verhaal van Jaap ook gehoord. Als cognitiewetenschapper, hoe kijk jij nou naar dit soort voedselkeuzes? Dus je gaf het voorbeeld van die pringels, hè? Once you pop, you can't stop. Waarom kan ik dan niet stoppen als irrationele consument? Ja, Jaap had natuurlijk al mooi uitgelegd. We hebben dat beloningssysteem in onze hersenen. Dat dopaminesysteem, wat mijn eigen onderzoeksgebied is. En dat is helemaal bedraad om echt om dat hoge calorie, dat hoge vet, hoge suiker voedsel binnen te krijgen. Want onze hersenen zijn nog niet echt heel veel veranderd over de jaren heen. Maar onze omgeving wel. En we zien overal om ons heen dat lekkere voedsel. En dat is gewoon heel lekker. En dat kunnen we heel moeilijk weerstaan. Dus ik zie helemaal die interactie tussen onze hersenen en de omgeving. En het is bijna onmogelijk om nog de juiste keuze te maken. Want onze hersenen die zijn gewoon, die willen gewoon iets lekker veel vet en veel suiker. Mm-hmm. Dus en zie je dan ook nog verschil bijvoorbeeld tussen. Okay, we willen dat allemaal, maar we zien tegelijkertijd dat sommige mensen worden wel dikker en anderen misschien niet. Zit er nog verschil in? Zit er dan iets anders in mijn hoofd? Of? Ja, het onderzoek dat we doen, dan kijken we naar mensen die last hebben van overgewicht of obesitas. En we vergelijken het met mensen die een gezond gewicht hebben. En dan zien we wel dat beloningssysteem bij die mensen met overgewicht wel extra actief is. Dus als we hersenonderzoek doen en we leggen mensen in een hersenscanner, MRI. Dan zien we dat ook echt actiever is bij het zien van plaatjes van lekker voedsel. En wat we tegelijkertijd zien is dat bij die mensen ook vaak het controlesysteem, dat is het systeem wat we voor in onze hersenen hebben, wat iets meer uniek is voor de mens. Wij kunnen allemaal ons gedrag redelijk controleren, ze zijn allemaal redelijk beschaafd. Dat bij mensen met overgewicht, dat vaak iets minder actief is. Ja. Dus het is een soort van inbalans als het ware. Maar is dat de oorzaak of het gevolg van het overgewicht? Dat is een hele goede vraag. Dat is best wel een moeilijk onderzoek. Want je zou je mensen eigenlijk moet heel lang moeten volgen. Om te kijken wie wordt er nou dik en wie wordt er nou niet dik. En dan blijkt wel dat er een soort van kwetsbaarheid is in mensen. Ja. Die dat beloningssysteem extra zien dat bij kleine kinderen al. Hè? Grote verschillen als kinderen enorm geprogrammeerd zijn om dik te worden, want dat is ook deels een genetische kwestie, dan hebben ze ook veel meer zin in dat eten. Want dat is natuurlijk eigenlijk iets wat heel natuurlijk is. Want als je heel klein en dun moet blijven vanwege jouw genetisch profiel, dan heb je heel veel minder trek dan wanneer je dat allemaal wel moet gaan krijgen. Dus je ziet het eigenlijk al bij de geboorte, bij de zuigreflex en hoeveel en gulzig baby's zijn. Of ze aanleg hebben voor overgewicht. Ja, zeker. En wat we ook zien, wat we in knaagdieren, ratten en muizen beter kunnen doen dan in mensen. Die knaagdieren kan je op een cafetaria-dieet zetten. Dus dan heel hoog vet en hoog suiker. En dan laat je ze dikker worden. En dan zie je ook wel verandering in de hersenen. In beloningsgebieden, maar ook in die gebieden voor in de hersenen. En die gaan echt minder goed functioneren. Dus eigenlijk kom je in een soort van negatieve spiraal. Ja, het is zowel oorzaak als gevolg. En dus met een ongezond dieet wordt het ook moeilijker om nog de goede beslissingen te nemen en om moeite te doen om te koken of om naar de fitness te gaan, et cetera.
Mag je dat dan verslaving noemen of niet? Dat is ook een enorm debat. Maar op hersenniveau bekeken zijn het echt dezelfde hersenprocessen. En ja. Je ziet ook precies, het dopaminesysteem is aangedaan. De beloningsgebieden, de voorhersenen, ja. En dat is hetzelfde. Dus er is heel veel overlap tussen. Ja. Ja. Ja, de industrie bestrijdt dat dus heel erg. Ja. Maar goed, ik denk, ik ben het met je eens. Zie je dan ook producten die eruit springen als dat die extra verslavend zijn? Dus zijn de pringels erger dan de zeezout, karamel, reepjes? Ik zou zelf eerder hebben over... niet over, soms wordt gesproken over suikerverslaving of voedselverslaving. Maar ik zou eerder spreken over eetverslaving inderdaad. Ja. Het is meer een gedrag, net als bijvoorbeeld gokken. Het gedrag wat verslavend is dan een bepaald voedingsmiddel. Want dat is niet echt duidelijk aangetoond, dat echt suikerverslavend zou maar zijn. Maar combinaties van vet en zoet die doen het wel heel veel beter dan... Ja. IJs en chocola is favoriet. En de combinatie, dat is omdat dat heel belonend werkt. Ja. Dus, dat is eigenlijk, dus het product maakt dan wel uit. Want anders, als het alleen het eetproces zijn, dan zou ik... Als ik verslaafd ben aan gezonde voeding, is het misschien nog niet zo'n heel groot probleem. Hoog vet, hoog suiker en hoog zout. Mm. Dat werkt in die zin meer belonend. Liefst in die optimale... Die blisspot, precies. Ja. Maar om nou te zeggen dat suiker verslavend werkt op zich, suiker op zichzelf, dat is nog controversieel in het onderzoeksgebied. Dus het is meer het sleutelen aan die samenstelling waar jij ook op en dat weet. Geldt voor vet ook, hè? Want je ziet eigenlijk nooit iemand met een fles olijfolie, zal ik maar zeggen. Nee. Of alleen maar een zak suiker of zo in de trein zitten om... het is eigenlijk altijd toch wel weer iets bewerkt, hè? Waarbij het toch weer de consistentie anders is. Dus behalve smaak is dus ook echt die consistentie van belang, volgens mij. Bij dat gevoel van overeten. Ja. Jij gaf al aan van we zouden eigenlijk meer naar de sociale context ook moeten kijken om tot die verandering te komen. Hoe doen jullie dat? Kijken jullie daar in het lab ook naar? Van hoe kunnen we mensen van hun verslaving afhelpen? Wij kijken meer op het individu. Dus wij kijken naar de hersenen. Dus we kijken echt meer naar het individu op zichzelf. Wij kijken naar hoe zou je een individu misschien weerbaarder kunnen maken tegen zijn of haar voedselomgeving. En dan kan je bijvoorbeeld kijken, kan je iets aan die stress doen? Stress door armoede, dat is moeilijk om iets aan te doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die emotioneel eten door stress op het werk. Of stress in gezin of wat dan ook. En dan kun je misschien wel met bijvoorbeeld mindfulness training proberen die stress omlaag te krijgen. Een ander aspect is dat eten achter de tv, bij de voetbalwedstrijd, of dat eten met de smartphone in je hand. Daar weten we van dat onaandachtig eten, dat vergroot. Je eet meer tijdens die maaltijd, maar je eet ook meer, je eet weer sneller opnieuw. Ja, ja. Want je kan gewoon minder goed herinneren dat je hebt gegeten. En dat kan je ook aanpakken door mensen aandachtig te leren eten. En daar kan je ook mensen op trainen. En als je heel aandachtig eet, dan blijkt ook dat zo'n chipsje eigenlijk niet zo lekker smaakt als een nootje. Want een noot geeft eigenlijk veel meer smaak. En chips heeft best wel een oppervlakkige smaak. Maar mensen eten heel onaandachtig. En die eten dat allemaal naar binnen en die blijven dat maar eten. Ja. Maar je kan mensen trainen, bijvoorbeeld met mindful eten hebben wij gedaan. En dan kan je mensen trainen om aandachtig te eten, maar ook te snappen wanneer ze nou gaan eten, wat hun slechte gewoontes zijn. En dan zie je zelf dat in de hersenen, diep in het brein waar die dopaminecellen zitten, in die beloningsgebied, dat die minder actief worden bij het zien van eten na een mindful eten training dan naar een controle training. Dus we zien wel, je kan daar misschien op individueel niveau ook wel iets aan doen. Ja. Maar het is wel heel veel werk. Hè? Dus ik vergelijk het altijd maar als je in een klas één kind hebt dat niet goed mee kan komen, of een student in een groep of wat dan ook, dan geef je die extra aandacht en misschien bijles en dat soort dingen. Maar als nou de helft van de kinderen niet bij kan komen, dan ga je dat niet meer doen. Dan ga je de omgeving veranderen. Dan ga je het lesmateriaal of nadenken over de kwaliteit van de leraar of wat dan ook. Maar in ieder geval, dan ga je naar de collectieve dingen denken. En als je in een land zoals de Verenigde Staten leeft, waar 75% van de mensen te zwaar is, hè, en 40% heeft obesitas, dan kan je niet allemaal mindfulness trainingen geven. Dan moet je echt de omgeving veranderen. Dat heeft echt te maken ook met die enorme aantallen. Ik ben het wel zeker met je eens dat het grootste effect zal hebben. Alleen moeten we leidzaam afwachten tot de overheid iets doet, tot de industrie iets doet. Je moet natuurlijk mensen helpen. Ja. Dat weet ik wel. Maar eigenlijk is het heel... Natuurlijk
inefficiënt. Hè? Ja. Om een heel groot deel van de Nederlanders te leren hoe ze om moeten gaan met hun omgeving. Terwijl als je dan, hè, dat is een beetje. Hè, Pieter Breugel, de oude, die schilderde altijd die. Het lui lekker land, het land van Kokanje en zo, waar alles lekker is en je de hele dag op de grond kan liggen snurken, als je zin hebt. En eigenlijk zeggen wij, ja, we hebben wel zo'n omgeving, maar je moet er wel in gaan rondrennen en je mag eigenlijk niet veel eten. Ja. En dat is echt heel moeilijk, omdat ik weet niet of dat werkt even, maar uiteindelijk ga je toch weer voor de bel, denk je niet? Ja, er zijn wel studies die mensen proberen te trainen om gewoontes om te draaien. En dus echt gewoon een goede gewoonte van te maken. Of om inderdaad met mindfulness of meer aandacht. Ja. En die laten wel wat effecten zien. En ook wat op lange termijn. Maar echt langere studies die echt op een hele lange termijn kijken, die zijn er nog best wel weinig. Ja, ja. En het is inderdaad heel veel werk. En het gaat ook om maanden training. Ja, ja. Om ons weerbaar te maken tegen onze omgeving. Dus ik denk die we zelf gecreëerd hebben eigenlijk. Ja, dus ik denk dat het beleid dat wel inderdaad efficiënter is. Dan mee eens. Wat voor laat ik het maar interventies noemen, zou jij voorstellen? Dus aan de ene kant dat, dat is een beetje de vadertje staat betuttelingsinterventies. Ja. Dus dat we hebben op alle scholen in Amsterdam, de basisscholen, het zijn 120, de zogenaamde jump-in scholen, daar hebben we gezegd, je mag alleen maar water drinken. Als je op school bent. Je mag best een drankje meenemen. Dat nemen we in. Mag je meenemen naar huis nemen als je naar huis gaat. Maar je drinkt op school alleen maar water. Je mag alleen maar gezonde tractaties meenemen. Je moet een gezonde lunch meenemen. En er is heel veel meer tijd voor beweegonderwijs. Dat vonden ouders in het begin echt een heel raar idee. Dat de school zich daarmee bemoeide. Maar ze zijn eigenlijk na een maand of zo zijn ze ermee klaar. En nu doen ze dat gewoon overal. Dus al die kinderen die zijn gewend, als je dorst hebt, dan zijn er overal waterpunten en waterkoelers en fonteintjes om te drinken. En die talen eigenlijk helemaal niet meer naar een frisdrankautomaat of naar iets anders. Weet je? Want dat kost dan weer geld. Dus je moet, als je die gezonde keuze eigenlijk heel vanzelfsprekend en overal aanwezig maakt, net zoals dat ongezonde voedsel nu standaard op stations en in cafetaria's en zo is. Ja, dan kun je de boel ook omdraaien. Dan krijg je dus eigenlijk. En een ander voorbeeld is dat we kinderen voedselonderwijs geven. Dat wil zeggen, dat maak je ze ook wat meer weerbaar. Maar ook bijvoorbeeld kooklessen en tuinieren. En dat hebben ze in Nijmegen ook gedaan. We hebben dat ook uitgewisseld. En dan zie je dat kinderen die nooit groente eten, omdat ze dat nooit krijgen thuis, maar ook niet lekker vinden, dat als ze eenmaal getuineerd hebben, dat ze wel groente lekker vinden. En dat ook blijven eten, omdat ze voor altijd weten dat het echt heel bijzonder is dat je tomaat kunt kweken en dat er een aardappel uit de grond kan komen of een wortel of wat dan ook. En dat je die kunt opeten en dat je die ook kunt koken en met elkaar kunt delen. Dus ik denk dat en dat is ook het idee achter een nieuwe campagne van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Dat is de Gezonde Generatie 2040. Maak nou vanaf de geboorte eigenlijk gezond gedrag de normale keuze. En als je dat eenmaal zo geleerd hebt, want dat is een enorm leerproces wat je in de eerste jaren van je leven doormaakt, ja, dan weet je echt niet anders. En ik denk dat dat dus heel belangrijk is. En dat zijn echt wel collectieve maatregelen, omdat de hele scholen en kinderdagverblijven gewoon omswitchen naar ander aanbod. Ja. Dus dan hebben we het over meer publieke actoren. Ja, ja. Dan zit er natuurlijk één grote olifant in de kamer, en dat is de industrie. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, zonder dat aanbod, zonder het ongezonde aanbod is er geen ongezondheid. In ieder geval niet door voedsel. Er zijn ook mensen, ja, misschien moeten we wat meer vertrouwen hebben in de industrie. Moeten we niet gewoon met ze samenwerken? Moeten ze niet die gezonde keuze gaan faciliteren? Esther, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk dat de industrie wil inderdaad vooral geld verdienen. Dus het is best wel moeilijk om de industrie te veranderen als er geen beleid op wordt gemaakt door de overheid. Anderzijds voelt de industrie ook enorm de druk van de maatschappij en willen ze ook heel graag wel producten maken die minder zout zijn of minder suiker hebben en die toch lekker zijn. Of ze willen bijvoorbeeld kleinere verpakkingen van chocoladerepen of zo. En dat een kleinere verpakking toch ook even voldoende werkt als een iets grotere verpakking. En ik denk dat we daar wel mee kunnen helpen om dat inderdaad net zo belonend te maken. En daar is de industrie ook naar op zoek in die samenwerking. Van hoe kunnen we nou meer maatschappelijk verantwoord ondernemen? En hoe kunnen we nou voor zorgen
dat onze producten die gezonder zijn, toch even belonend zijn en even lekker zijn. En in mijn ervaring is de industrie daar wel mee bezig. Ja, maar nog niet met heel veel effect. Hè? Want er is een akkoord productverbetering met de industrie afgesproken. Ja. Het RIVM die monitort dat al een hele tijd. En die ziet eigenlijk dat er wel producten zijn waar wat minder zout en suiker in zit, maar dat grosso modo eigenlijk toch wel gewoon constant blijft. En het is natuurlijk ook best wel lastig om tegen een fabrikant te zeggen, maak nou dingen die gewoon iets minder lekker zijn dan die van je. Hè, want dat is en niet zoveel marketing, want dan kopen mensen er vanzelf minder van. Dat is natuurlijk voor de aandeelhouders echt gewoon een heel moeilijk verhaal. Ja. Dus die producten die net zo lekker, goedkoop, makkelijk en maar gezonder zijn. Ja, dat is best wel heel ingewikkeld. We hebben voor scholieren gekeken. Hè, want de top 3 van wat scholieren kopen is energiedrank, frikandelbroodjes en roze koeken. En we hebben gekeken, wat is daar nou voor een gezond alternatief? Ja. Wat net zo lekker is, net zo duur en net zo makkelijk eten, maar wel gezond. En dat is er dus niet. En daar kunnen ze best wel over nadenken, maar het is best heel moeilijk. Ja, want ze zoeken meestal het in de zoetstoffen en een beetje ja. Een verpakking, dit of dat, of een portie. Ja, want ik weet ook wel dat de levensmiddeltechnologen over wie jij het ook had, ja. Als die zeggen, ja, ik wil wel een koekje maken, maar voor zo'n koekje heb ik een bepaalde hoeveelheid suiker, anders valt een koekje uit elkaar. Nou, ook dat, maar je kunt ook groenten nooit zo lekker maken als een koekje. Ook dat. Dus dat is, weet je, tenminste, ja. Nee, maar wat wel kan, is het groente dan op een andere manier belonend maken. En, en dat is ook onderzoek wat hier op de universiteit gebeurt. En proberen leuke figuurtjes aan de groente te koppelen. En dat kinderen het echt leuk vinden om groente te kopen. Of noem een groente als snoepgroente. Dan vinden kinderen het al leuker om te eten, want ze eten toch snoep. Terwijl het groente is. Ja, ik ken dat onderzoek. We hebben het zelf ook gedaan. Albert Heijn heeft geëxperimenteerd met de Rock Frogs, heette dat dan. Hè? Op al die gezonde producten zaten dan die mascottes. Maar omdat de SpongeBob en de Frozen figuurtjes enzovoort, die zijn toch van de industrie, weet je. En dat vinden kinderen toch leuker. Dus het werkt wel een beetje. Maar ja, tenzij je ook SpongeBob op de speciebonen kunt zetten, heb je pas echt een equivalent. Hè? Want die, eerlijk gezegd, die Rock Frogs zijn ook alweer, waren echt een beetje stunterig, vond ik ze zelf. Want ontworpen door marketeers die niet zo goed betaald worden als... Maar dat bedoel ik ook, want dat zou dan ook juist... Ja. De industrie zou dat kunnen aannemen als strategie om op die manier toch beter maatschappelijk verantwoord bezig te zijn, om ook met de verpakkingen te werken. Nou, ze zitten aan tafel bij het preventieakkoord en ik heb ze dit nog niet horen zeggen, dat ze dit van plan waren. Dat roept misschien dan nog de vraag op. Inderdaad, want die jump-in schools, dat zijn redelijk, laat ik het meer softe interventies noemen. Is het dan niet zo? Moeten staatssecretaris in je volgende gesprek, moet hij niet gewoon op de tafel slaan en zeggen, het is nu klaar met die kindermarketing, we stoppen ermee? Ja, dat zou hij zeker moeten zeggen, maar hij gaat het niet doen. Waarom gaat hij dat dan niet doen? Omdat de industrie zegt, dat gaan wij met elkaar oplossen. Wij hebben een zelfreguleringscode. Wij gaan allemaal stappen zetten. En wij gaan zorgen dat wij vrijwillig doen. En dan krijg je 4 jaar de tijd voor. En dan is tegen de tijd dat wordt geëvalueerd, de staatssecretaris weer vervangen door een andere. Nou ja, dat is een beetje cynisch hoor. Maar het is natuurlijk, dat is gebeurd de afgelopen 15 jaar. Is dat er hele kleine stapjes in de kindermarketing zijn gezet. Het is verplaatst van tv-reclame naar online marketing en naar games en allerlei andere zaken. Maar het is er nog steeds. En in de supermarkt is het helemaal vol met kindermarketing. Dat werkt toch niet zo heel goed. Dus ik ben voor een krachtiger overheid. Maar ik weet ook dat minister Klink dat een keer probeerde. En dat hij meteen werd afgeserveerd als de minister van betutteling. Ja. Daar is hij niet helemaal meer bovenop gekomen.